Gezinnen waarin maar één van de twee partners werkt, betalen flink meer belasting dan twee verdieners. De belastingdruk is bij hen vaak al 3 à 4 keer zo groot. Zo lopen ze duizenden euro's mis. U wilde een vraag stellen aan Gerinda, ja, geloof ik. Gerinda, jullie hebben een eenverdienersgezin. Wil jij eens vertellen hoe dat bij jullie thuis eraan toe gaat? En of jij je ook bewust was van dat enorme verschil in belastingdruk tussen 1 en 2 verdieners? Nou, om met dat laatste te beginnen, nou, dat wist ik pas de laatste jaren vanuit de krant inderdaad. En hoe het in ons gezin aan toe gaat, is eigenlijk... wij zijn dan vader en moeder van 3 hele mooie jongens. En waarvan de 2 wel een beperking hebben. Dus eigenlijk ben ik fulltime moeder en eigenlijk ook mantelzorger. En probeer er op die manier ook voor het gezin te zijn. Ja. Nou zijn de kinderen inmiddels ietsjes ouder. Is het, ja. Overweegt u ooit om te gaan werken? Ja, maar onze jongste is nog maar 4. Mm. Dus ik wil echt dat hij lekker gezetteld is op de basisschool. En dan wil ik er wel naar kijken, maar mijn prioriteit ligt echt in het gezin. Dus dan zou het echt iets erbij zijn. Ja, en... dus een paar uurtjes per week. Of mogelijk dat mijn man iets minder zou gaan werken. Mm. En vanuit welke gedachte is dat dan? Omdat jullie denken we willen het financieel iets breder hebben? Of omdat u zelf graag de behoefte heeft om een baan uit te oefenen? Ja, ik denk op het moment dat je de tijd hebt en de energie hebt en je hebt iets gevonden waar je gewoon heel blij van wordt, dat dat zeker naast het gezin kan. Hoewel ik ook heel blij word van zorgen voor mijn gezin. Dus dat blijft wel de prioriteit. Ja. En hoe zit dat nu, Kees, als we kijken naar die 1-verdieners en die 2-verdieners? Hoe kan het dat 1-verdieners dan meer belasting betalen? Ja, dat is eigenlijk gekomen doordat de overheid een heel strikt beleid voerde om met financiële prikkels zoveel mogelijk ook 2 verdieners te krijgen. Dat had ook te maken met natuurlijk bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen. Dus een emancipatiedoel. En aan de andere kant had het ermee te maken dat men ook gewoon de arbeidsparticipatie wilde vergroten. Meer mensen nodig op de arbeidsmarkt. Ja. En wij zeggen alleen, op een gegeven moment is dit wel echt uit de hand gelopen. En je ziet dat ook het Centraal Planbureau heeft gezegd. Nederland is aan koploper nu inmiddels in het promoten van financieel, fiscaal van 2-verdienerschap. En wij zeggen, geef gezinnen wel meer ruimte. Want er kunnen ook situaties zijn van gewoon zorg voor kinderen, waardoor er 1 partner thuis is. Het kan zijn om mantelzorg. En die straf je eigenlijk fiscaal enorm af. Hè? Dat verschil kan echt wel oplopen tot duizenden euro's. Voor degene, Gerinda zei ook, in eerste instantie ben je dat niet bewust, maar we hebben ook een site nu ook weer klaarstaan die het actueel laat zien. Eenverdiener.nu, waarop je kan zien, in kan vullen, hoeveel loop ik eigenlijk mis? En waarom, want u zegt nu, het is ook voor mantelzorgers. En zorg voor kinderen. Precies. Ja. Want we weten natuurlijk van de SGP dat ze ook zeggen, de man en de vrouw hebben een andere roeping, een andere plaats binnen het gezin. Dus is het niet vooral ook om ervoor te zorgen dat vrouwen thuis kunnen blijven bij de kinderen? Nou, het is goed dat je dat zegt, want dat was juist eigenlijk eerder de reden waarom dat er, als wij met het punt kwamen jaren geleden, werd gezegd van ja, een beetje een SGP-puntje. Hmm. Maar toen hebben we ook eens een onderzoek laten doen. En dan blijkt dat dat eigenlijk in allerlei partijen speelt. De meeste 1-verdieners zijn niet bij de SGP, maar bij VVD en PVV en bij andere partijen. Ja. En het betekent dat wij pleiten niet voor dat 1 bepaalde manier van verdeling van zorg en werk door de overheid moet worden, in de belastingen moet worden bevorderd. Maar wij zeggen simpelweg, geef gezinnen keuzevrijheid daarin. En op heel veel manieren houden we rekening met een huishoudinkomen, een gezinsinkomen. Ja. En hier kijken we het heel erg individueel. Het idee was natuurlijk, het werd al even genoemd, ook een soort emancipatieslag. Hè? Zorgen voor ook dat vrouwen aan het werk kunnen komen, die ook hun eigen broek kunnen ophouden. Hebben we deze mensen niet ook gewoon nodig in de economie, hè? Dat veel mensen werken? Nou, we hebben ze heel erg nodig zelfs. En de discussie is de laatste tijd heel erg geweest. Vrouwen werken te veel part-time, die moeten meer uren gaan maken. Want anders kunnen we als Nederland niet die hele beroepsbevolking goed aanspreken en die economische groei een beetje op gang houden. Dus het lijkt mij goed dat we blijven stimuleren dat mensen ook vooral dan gaan werken. Want anders krijg je een beetje, dan zouden die mannen dus 2 banen moeten gaan nemen of 80 uur gaan werken. Maar mogen vrouwen dat ook zelf weten? Ja, ik vind het eigenlijk vrouwen mogen in zekere zin is het wel weten. Heel erg van, we hebben een probleem, want vrouwen die willen toch nog te veel part-time werken. En dat moet en dat zal anders, denk ik van ja, volgens mij zijn vrouwen mans genoeg om zelf ook de keuze te maken van wat wil ik. En als jij echt die zorg voor de jonge kinderen wil of mantelzorger wil zijn,
of die man die zorgt voor die kinderen en die vrouw. Laat die gezinnen de keuze. Nee, absoluut. Ik ben ook helemaal niet voor dat vrouwen parttime of niet parttime moeten werken of fulltime moeten werken. Je moet allemaal lekker doen wat je zelf wil. Maar er zijn natuurlijk wel meer punten in Nederland waarop we dingen fiscaal aantrekkelijk maken, omdat het gewoon beter is voor de samenleving als wat meer gebeurt. En dit is één zo'n punt. Nou, het